Kom dan. Level 200, jongen. What the fuck? Oh, hell no. Wow! Ja, mensen, we zijn back met een nieuwe serie. Het is een serie die heel veel aangevraagd is, zonder dat ik er zelf over heb gepraat. Ark Primal Nemesis. Nemesis! Yeah. Ja man, dit is een premium mod, een betaalde mod. Ik heb 10 ducaten betaald. Nee, ik lieg. 11 ducaten betaald omdat er nog belasting bij kwam. God damn, man. Het is een rep aan mijn lijf, mensen. En daarom, like, abonneer. Please. Comment, please. Jullie weten het, man. Ark Primal Nemesis moet de vetste modpack van Arx worden. Arx 2024 tot en met 2015 zou dit de top tier mod moeten zijn, man. Ik ben super benieuwd wat ik allemaal tegenkom. Ik heb er niet heel veel in gelezen, eerlijk gezegd. Ik heb gewoon jullie vertrouwd op jullie woord. Ik zag in de comments staan: Jimmy, ga Primal Nemesis spelen, want dat is super vet. Ja, dat dus. Dus hier zijn we, Primal Nemesis. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga gewoon weer de standaard dingen doen. Huisje bouwen. En ja, Ark. Uiteindelijk zullen we wel een soort van workbench hebben. Waardoor we door de tiers heen kunnen blazen. En dan, ja, dan komen we uiteindelijk op een mooie plek, denk ik, man. We spelen op de island. Want... Ah. Nou. Leuk. Dankjewel. What the hell. God damn, man. Dat was echt zwaar onnodig. Oké, ik ga hier spannen. Welkom terug bij Primal Nemesis. Ik ben Wilpoeper en we gaan het op... Ja. We moeten wel een leuke tribe naam hebben voor deze serie, man. We gaan door het leven als 2% vrouwelijke kijkers. Let's go. Leuk dat jullie er zijn, 2% vrouwelijke kijkers. We horen jullie. Zeker. Jullie zijn ook welkom. Ooit op een dag zullen we de 3% vrouwelijke kijkers bereiken, mensen. En dat zal wel echt een mijlpaal van mijn leven zijn. Dat heb ik nog nooit gehad. Ooh, gonna make me feel good. Let's punch some trees. Oh, ik moet ook nog allemaal levels fixen trouwens. En al die engrams gaan leren. Daar heb... Kijk, dat is echt hetgene waar ik het minst zin in heb. Alle engrams leren van Ark. En dan moet je weer heel veel klikken en zo. Ja, dat is al zo irrelevant. Misschien had ik een auto-engram unlocker erin moeten zetten. Dus dat... Daar zit iemand op, maat. Daar zit compleet iemand op. What the hell? Is dat een mooie plek om even te wonen? Ik denk dat we hier wel even mooi kunnen wonen op de eiland. Ja, man. Dit is zo'n mooie arkplek die iedereen kent. Hier gaan we voor nu even zitten. Ik denk dat we uiteindelijk een keer naar de snow gaan verhuizen. Omdat ik dat mooi vind. Het is wel de bedoeling dat we nou een heel mooi huis neer gaan zetten. Maar niet nu. We gaan nog eerst een main base plek fixen. En die huis... Die huis... Dat huis, die moet echt mooi worden, man. Vette dino's, vette namen, jullie weten het. Ik was ook nog bezig met een opname voor Ark Primal 4, 100 dagen. Dus 100 dagen overleven in Ark Primal 4. Of kan ik Ark Primal 4 uitspelen binnen 100 dagen. Iets in die richting, alleen dat was 2 uur van de video files corrupt. Dus ik moet even kijken hoe ik die nog af ga maken. Maar ja, er zijn dus ook andere conceptjes. Incoming, dus die 100 dagen overleef dingen. Misschien 100 dagen overleven in Fibercraft of zo. 24 uur Fibercraft, zo'n dingetjes willen we ook nog even doen. Dus als je daar nog leuke ideeën voor hebt, maak ze gek mogelijk. Laat het ook weten, man. Ik ben benieuwd. Ik wil ook even andere content in de mix gaan brengen. Zodat jullie ook weer die servers bij G-Portal kunnen gaan huren, man. Ark Survival Evolved servers. Claim je kort en klik op een linkje in de beschrijving. Jullie weten het. Wat zit hier? Oh, hier zit een tribe. Daar lopen gewoon NPC's, maat. Oh, en we leren en we leren. Maar hey, de glider zit er nog in. Yes! Epic. We gaan meteen die glider maken. We rondvliegen over de map, man. Fuck ja, yeah, wat heb je daarvoor nodig? Fiber and height, easy, man. Gaan fixen. Hier heb je al Alpha Narcotics, Bionic Narcotic, Apex. Noem maar op, man. Je hebt zoveel dingen al. Ja, weet je wat het is? Ik ga gewoon even heel veel cooking pots craften, man. Voor de XP. Kijk, je hebt een aantal primal dingen ook. Primal spier, primal cladderon. Dan kunnen we die dingen maken, die narcotics en zo. Primal raft heb je, hoor. Oh my god. Primal raft XL. XXL.
Bro, we gaan op een fucking boot wonen, man. Ik weet het nu al. Bos altaar, primal workbench, primal parachute. Die hebben we niet nodig, denk ik. Nee, die hebben we niet nodig. We hebben gewoon hier reusable. En refinering forge, man. God damn, oké. Okay. Meteen hebben we de gravestone geleerd. Zullen we wat nodig hebben? Oké, okay, een raft hebben we nodig. XXL primal raft, maat. Holy shit. We krijgen gewoon big boy raft. Wat hebben we er allemaal voor nodig dan? Wood height 300. Oeh, die 300 height is al pijnlijk, man. Maar we gaan het wel even proberen te fixen. Kan ik al een bow maken? Oké, okay, man. Let's go. We gaan even jagen totdat we die raft hebben. Dan hebben we een huis waar we veilig kunnen leven, man. Maar dan moet ik alsnog onthouden dat ik niet te diep in de oceaan ga. Want dan zijn we van die dikke walvissen, man. Die mijn hele leven zuur kunnen maken. En dus ook mijn boot kapot kunnen maken in één klap. En dat is al pijnlijk, man. Maar wie weet, de XXL Primal Ref, man. Misschien is het wel knetterziek. Dit zijn gevaarlijke dino's, denk ik. Ik ga er even niet heen. Ik moet even een normale dino hebben die ik kan killen, man. Want dit is denk ik een alpha. Oh, dat ding... Turing, snel, maat! Hoi, yo! En ik doe echt nul damage op dat ding. Die krijg ik nooit neer, toch? Bro, die krijg ik nooit neer, dat ding! Wat zijn mijn reusable spears als ik ze nodig heb? Ik ben nog vergeten te craften, ja. Oh, ik heb hem neer! Het is mogelijk. Ja, maar dan krijg ik alpha height. Dat is niet wat ik nodig heb. Oké, okay, spear. Reusable spear. Maar ook die primal spear. Hé, hey, dit is ook reusable, man. En dit is ook torper. Hé. Hey. En parachute. Reusable parachute. Grapple. Oké, okay, dan ben ik wel heel veel benieuwd hoeveel torper deze spear doet, man. Deze zieke primal spear. Dat is wel vet. De rood-zwarte kleurcombinatie is nice, man. Maar we hebben hier ook dus een hele groep NPC's lopen. Misschien kan ik ze reden voor loot. Maar er is ook een flinke kans geweest dat ik neerga. Kijk, hier staat gewoon een kistje, man. Don't mind if I do. Fucking losers. Oh! Ze hebben niet door dat ik slaap. Ik blijf gewoon stil liggen. Er is niks gebeurd hier. Dit is heel ongemakkelijk. Misschien moet ik mijn primal spears gaan gooien. Ze schieten mij letterlijk meteen neer met een trank arrow. God damn, man. Oké, okay, we back, we back. En ren, 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 ren. Oh, wow! Oh, die zijn ook keihog level, man, die gekken. Kom dan. Level 200, jongen, what the fuck? Oh, hell nah. Wow! Oh! En ren. En heel hard rennen. Zo, ik ben echt Rambo, man. Even serieus, kijk me. Oh, joh. Wild poeper en zijn 2% vrouwelijke kijkers. Zijn los, jongen. Zit ze achter me aan nog? Oké, okay, dit is gevaarlijk, man. Waar ga ik die hide fixen? Heb ik de rest van de materialen wel al? Nee, ik moet alleen een beetje hout hebben nog. Maar die heb ik zo gefixt hier. Hoppa. Oké, okay, hout hebben we zat. Beetje fiber voor onderweg. Beetje keien voor onderweg. En dan zijn we helemaal set, man. Dan zie ik daar nog een alpha dode in het water. Of een alpha ander ding. Ik weet niet precies wat het is. Hé, hey, deze kan ik slopen, denk ik. Ja, easy. Maar wat... Oh, goddammit. Wat is die torpen die ik doe dan? Oh. Nice. Krijg ik hier 300 height van? Dat is de echte vraag. Nou. Nou. Heel toevallig heb ik nou een XXL Rift. Kijk, oh, dit is... Is het niet gewoon een normale size? I mean, dit is cool, maar... Zit nu al mijn knieën? Kijk die chicken legs. What the fuck, oké. Okay. Nou, welkom bij mijn huis. Hier heb je een hele tribe staan, man. Nee, ik denk wel dat we hier gewoon even op wonen. Foundation, we gaan hier gewoon even met steen opbouwen. Nou ja, hij is wel wat breder dan normale ref trouwens, ja. Oké, okay, dan haal ik deze gewoon even weg, want hier moet ik dus varen. En dan ga ik mijn huis verder zo uitbouwen. Dan komt daar de deur gewoon. Ik moet steen hebben, man. Waar ik ook even heel benieuwd naar ben, is welke... Oeh, reusable nou meer damage doet. Oh. Oh, die boog doet al veel meer damage, man. Deze is helemaal 59. Jezus, ik mis ook alles. Ren, 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 ren! Oh. Oké, okay, die primer doet dus iets meer damage dan een normale reusable. Maar ja, die boog deed ik 165 of zo, 191. Au, 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 au. Oh! Living on the edge, man. Wildpoeper. Beach boy.
Ja, we gaan maar gewoon even met de pijlenboog doen. Doet echt wel meer. Au. Oeh. Nee. Volgens mij is dit best wel flink level of zo, man. Maar ja, Dodo blijft Dodo. Makkelijk neer te halen, I guess. Hoppa, 220 ook echt, man. Jezus. Nou, is goed. Oké, dus voor stone foundations heb ik steen nodig, hout en thatch. Nou, hout en thatch heb ik op zich wel. Ik kan wel meteen meer hakken. Dan kan ik even de hele base afmaken in één keer. In plaats van dat ik elke keer terug aan land moet gaan komen. Als ik nou even 2k steen heb of zo en ik sowieso genoeg, kan ik ook wat fortje en zo maken. Oh, wat ik ook meteen even ga doen trouwens. Niet onbelangrijk. Als ik dit nog gewoon even split all doe. Dan heb ik meteen een shallot en spold meat in mijn inventory. Ik kan meteen naar colics en zo maken. Hoeveel zit er nou? 3k hout, bijna 2k steen en 1k thatch. Ja, dan hak ik alleen nog een beetje thatch erbij en dan zal het wel goed zijn. Zo. Kijk eens aan, de fundatie ligt van mijn boot. Ik ga even iets verder de zee op. En ja, dan wordt hier gewoon even, ik denk ook overal gewoon even van die ramen neergezet aan de zijkant. Kun je altijd even naar buiten kijken. Ik denk toch niet dat er iemand is die me heel veel kwaad wil gaan doen hier. 32 wals. Hoeveel heb ik er nodig eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 wals, maat. Ik heb alsnog te weinig shit. Voor 2 verdiepingen dan, zeg maar. Ja, wacht. Ik heb een beter idee. Ik ga ook gewoon een buitenverdieping maken, man. Ik moet ook nog ceilings hebben en zo. God damn, is het zo duur om een huis te bouwen, Narik? Willen jullie dat A of B niet doen? Oké, dit moet ik sowieso hebben. Hier komt een deur. Ik denk dat de rest gewoon letterlijk allemaal windows worden, man. En dan moet ik hier nog ergens een deur hebben. Ja, oké, ik heb al een idee. En dan hoop ik dat ik genoeg ceilings heb, maar ik ben bang voor niet, man. Wat zijn dat? Zijn dat haaien? Ja, dat zijn haaien, dat boeit me niet. Ik heb zeker niet genoeg ceilings, damn. Oké, ja, dan moeten we nog even een beetje steen verzamelen, man. It is what it is. Maar ik wou hem eigenlijk liefst 2 hoog hebben. Maar ja, ik denk dat ik het. Dat ik hem maar gewoon even bij 1 hoog laat. Ik denk ook wel weer dat dat genoeg is. Aangezien hier toch niet lang in gaan wonen. Dit is alleen even om een start te maken. En uiteindelijk willen we gewoon een plek hebben voor onze main base. Waar we echt, echt dik uit kunnen bouwen. Maar ik moet nog even een leuk idee bedenken voor de main base. Wat mis ik nog? Ik mis steen, man. De keien zijn op. God damn. Maar ja, op zich. Zo even. Oh jezus, wat is dat nou weer? Dat is geen normale dode wat hier loopt, man. Oeh, die is helemaal wild volgens mij, man. Waar is dat? Oh, dat doe ik niks. Oh, jong. Bro, dat doe ik echt niks op dat ding. Je moet echt heel hard wegrennen voor die dode hier. Ik heb wel nog snel een paar stenen hak. En meteen door aan de emmerboot. Naar de boot, naar de boot, naar de boot. Waagt om een boot op te blazen trouwens. En vaar. Oh, hel na. Ik weet niet wat voor dodo dat is, maar dat is geen normale, man. Die is te gevaarlijk. Maar we zitten wel dicht. Kijk. Dit is mooi. Dit is precies wat ik hou. Een raar er even een bed. Een primal bed. Oh, als no cooldown. Mooi. Primal refinery forge. Is die beter? Ja, die gaan we gewoon even pakken. Maar dan moet ik weer steen en zo hebben, man. We gaan wel even ergens anders steen halen. Hier ligt er keiveel. Oké, als we nou even 6 forges maken of zo. Dan zal de smelt wel behoorlijk gaan, toch? Waar zijn mijn bedden nou heen? Mijn bedden zijn verdwenen. What the fuck? Oké, de voortjes staan, maar ik moet even nieuwe bedden hebben. Die, oh, mijn height is op. Nice. Ja, wat ik wel wat kan doen, deze metal omsmelten. Zou dat snel gaan of niet? Oh nee, er zijn wel hele andere materialen. Blood infused brass. Oh nee. I did a oopsie. Ik moest gewoon deze maken. Maar dan moeten we height gaan fixen. No. Oh, you're gonna make me feel good. Hey, hier heb je ook al zo'n gare doden, man. Die zijn super sterk volgens mij. Oké, ik zie hier wat targets. Oh, nee, niet die. Dat is niet mijn target. Die is te groot voor mij. Oh, joh. Dat is alpha. Je hebt een paar normale dodo's. Maar ik moet eerst even die alpha killen, denk ik. Oh, die is ook al zo takken snel, maat. Ren, 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 spring en... schiet. Ren, 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 spring en... schiet. Hoppa, easy. Kijk, dan zijn deze allemaal free kill voor ons. Zo, dan krijg ik best veel high time nog. Dat is mooi. Oh, nee, ik wil even genoeg weer. Kijk, hopelijk blijven de bedden nou wel staan. Ik zag die bed al een beetje zweven of zo, op een rare manier. En dan haal ik voor nu deze maar even weg, denk ik. Ja, of ik laat er even 2 staan, dan zet ik de rest hier gewoon aan vast. Oké, die zijn aan het bakken en braaien. Dan moet ik hier alleen nog even de dingen neerzetten. De mortal pestles. Ik hoor dingen ontploffen naast mijn base, man. Dat vind ik niet nice.
Mortal pistols. Oh god damn, wat gebeurt er, man? De refinery. Nee. Storage. Een paar kastjes. Serving bin erbij. Maar dan moet ik zelf ook nog even van die spark powder hebben, man. Uit. In the making. Hey, het begint echt op een huisje te lijken. Lekker cozy. Hebben we al genoeg metaal voor een schmetti? Ja, hebben we. Hide! Weer te weinig hide. Is het een normale schildpad of een lijpe schildpad? Ja, we zijn al flink aan het damage. Dit is mooi. Dit fixen we zo. Hoppa. Oh, hey. 400, man. Dat is nice. De glider. 100%. Ik zag hem nou staan. Die moeten we meteen even pakken. Primal Bench. Ja, dan moet ik even 5 meer metal hebben voor de normale smithy nog. Zo, dan staan ze mooi naast elkaar. De Primal Bench. Ah ja, hier kunnen ze ook alle zadels maken. Alpha, Apex, Elemental, Bionic, Demonic en Celestial en Godly, maat. Zijn dat de tiers die we af moeten werken? Ik ben bang van wel. Want je zult ook wel ergens de kibbles hebben. Alpha Kibble, Apex Kibble, Earth Kibble, Frost Kibble... Hydro Kibble, Nature Kibble, Storm Kibble, Bionic Kibble. Dan moet ik eerst een Cloudron hebben, man. Ja, man, kijk, hier kun je alle kibbles maken. Alpha, Apex. Wat heb je dan nodig van een Alpha Kibble bijvoorbeeld? Dinosaur Eggs, Fiber, Mechroberry, Raw Meat en Rock Carrot. Oké. Dat houdt dus in. Een farm maken, dodo stemmen en dan ga je weer al die dodo's fixen, man. Oh, goddamn. En hier ook Alpha Blood, Alpha Egg. Ja, dan moet je dus gewoon alle dino's gaan fixen van die tier. Net een beetje als Primal 4, denk ik. En Primal Chaos ook. Ja, maar dit is goed, man. We zijn nou lekker op dreef. Ik ben confident dat we dadelijk naar een beter, een moeilijker stukje kunnen gaan. Hey, Alpha Hide Set. Heel toevallig kan ik die maken. Where my Alpha Hide at? Die kun je dus blijkbaar ook als normale hide gebruiken, denk ik. Maar volgens mij zie ik dan nog een Alpha Dino. Die gaan we even slopen. Easy, man. Easy going. 95. Hide. Dus als het goed is, kan ik nou een full set maken. What the fuck? Kan niet, man. Wat is dit van oudje? Yeah, man. Is goed. Ja, mooi, man. Dan kunnen we ook meteen vliegen weer. En nou hebben we toch mooie stappen gemaakt in de eerste aflevering van Primal Nemesis, mensen. Ik ben trots op onze progressie. We gaan even een boel dodus fixen, zodat we meteen de alpha tieren in kunnen duiken. Want we hebben gewoon knetterveel van die Oh jee. Dino eggs nodig. Dat is gewoon een heel ding. Ik ga op mijn boot staan en ik vaar naar veiligheid toe, man. En in de tussentijd, laat in de comments even weten wat jullie gaan vinden van Ark Primal Nemesis. Willen jullie dat ik doorga met deze serie? Let me know, man. Mij lijkt die wel heel cool. Er komen heel veel positieve reacties online van Primal Nemesis. Mensen zeggen echt dat dit oprecht vet is. Dus ik ben ook heel benieuwd als veteraan Ark Modded speler natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie het ook lijp gaan vinden, man. En in de tussentijd wil ik ook nog even andere Ark concepten uit gaan werken. En ik ben ook benieuwd of jullie daar nog ideeën over hebben. Dus ben vooral niet bang om het te delen. Ik lees de comment. Wil Poeper out. Peace.